als ik mijn eigen moet bekijken na die twee races, dan weet ik dat ik eigenlijk de auto niet volledig benut. Dus dat wil zeggen dat er eigenlijk nog wel wat potentieel zit. Ik zie ook dat de ex-Formule 1 of de testpiloten Formule 1 zwaar onder druk staan en in de fout gaan. Dat wil zeggen dat we eigenlijk op dezelfde limiet aan het racen zijn en ik weet dat ik eigenlijk beter kan. Contact daar en 1-2 wagens. Gavin gaat eraf, Kroem gaat eraf. En Gavin's race is afgelopen. Deze auto is een compleet andere auto van basis. En je moet hem ook helemaal anders besturen. Bert Longin aan het jagen op Xavier Maassen. Dit is eigenlijk een monoplas of een eenzitter met een carrosserie erover. En dat is iets waar ik absoluut geen ervaring mee heb. Ik heb altijd met GT's gereden die veel movement hebben in het chassis. En deze heeft geen enkel movement. Bert Longin gaat voorbij zijn teambaas, wou ik zeggen. Maar Heger doet de deur een beetje brutaal dicht. Je moet eigenlijk enorm veel speed in de bocht meenemen om op de rechte lijn snel te zijn. Bij Maserati is het eigenlijk heel eenvoudig. Iedereen wordt verwacht om 's avonds te blijven, om een volledige analyse te maken van de race en onmiddellijk te anticiperen op de volgende race. Dit is Longin die voor Heger zit. Ja, twee plaatsen winst voor Bert Longin die zo op de vijfde plaats komt. Schitterend gereden van Bert. 6 tot 7 mensen die nu aan deze auto werken, werkten vorig jaar bij Toyota Formule 1. Om maar te zeggen welk niveau van mensen dat je hebt. En hier toch nog Longin, die nu gaat over de vloer krijgt. Had hij die vijfde plaats vasthouden. Kan mooi verdedigen als het erop aankomt, Bert Longin. En houdt die vijfde plaats mooi vast. Goed gereden van Bert Longin. Krijgt loon naar werken. In de kwalificatie hoger mikken en ik moet daar absoluut aan werken. Waar ik het zeker moeilijk ga mee hebben in Brno is hetzelfde punt. Dus de Corvette kon je eigenlijk laat remmen, omzetten en terug op de gas gaan. Met deze auto is dat onmogelijk. Je hebt weinig koppel, dus je moet eigenlijk ook laat remmen, maar zeer snel de rem lossen en veel speed in de bocht meenemen. De auto, Bobby en ik, wij moeten kunnen rijden om te winnen. Maar dan moet je natuurlijk niet 12 starten. Dan moet je bij de eerste 8 of zelfs 3-4 starten.